Bij een verkeersongeval gisteren aan de Fred Derbystraat, ter hoogte van de Albina Taxi Stand, heeft een voertuig van de mobiele eenheid van de politie een jongetje aangereden. Door de uitwijkmanoeuvre van de politiefunctionaris zijn ook enkele paaltjes gesneuveld. Het hoofd van de publiciteitsdienst van de politie, Humphrey Narin, zegt dat zijn collega's op weg waren naar een melding. Dit in het politieresort Leidingen, waar twee criminelen in de ochtenduren een woning waren binnengedrongen. Daarna was er een tweede melding dat een van de criminelen zich in de buurt ophield. Dat was de reden waarom zij met sirene en zwaailicht naar het politieresort Leidingen begaven. Ter hoogte van de taxistandplaats merkte de bestuurder dat een taxi gestopt was. Hij ging ervan uit dat de taxichauffeur de zwaailichten en sirene had gehoord en dus voor hun stopte. Echter was de taxi gestopt bij een zebrapad om vermoedelijk een moeder met haar dochter en 5-jarige zoon over te laten steken. De politieambtenaren hebben op het laatste moment de jongen gezien en hebben scherp uitgeweken, waardoor zij gelukkigerwijs de jongen niet vol hebben geraakt. Het jongetje heeft volgens Naden vermoedelijk een armfractuur opgelopen en verkeert niet in levensgevaar.